kijkers Botlek TV. En niet alleen kijkers van Botlek TV, maar ook mensen die ons kennen vanuit Grootnissewaard, vanuit het AD en allerlei andere kanalen. En misschien wel van www.maakmaxmogelijk.nl, onze website. Daar moet u zeker een kijkje aan nemen. Maar ook presentator Joop van der Hoor van Botlek TV en achter de camera Roel van Deursen. En we worden dit keer geassisteerd door een charmante assistente. Als ik het haar had gehad van Hans Klok en jij was mijn charmante assistente, ja, dan hadden we hier natuurlijk een onthulling gehad met rook en vuur en vlammende gebeurtenissen. Maar wat hierachter staat, dat is natuurlijk ook wel heel interessant. Want voor degenen die nog nooit hebben gekeken, Tineke Nussink, de beeldhouwster hier uit Spijkenisse, bekend door het hele land, maar nu steeds meer bekend van Maak Max Mogelijk, oftewel The Making of Max. Wie is Max? Daar gaat hij. Daar gaat hij. Hier hebben we Max. Max, de hond, de trouwe hond, die in 1942 op 28 oktober achter is gelaten in Spijkenisse. Achter is gelaten, moeten achterlaten. De familie Levy werd door Hollandse politiemensen en Duitse soldaten afgevoerd via Westerbork, uiteindelijk in Auschwitz terechtgekomen en daar vergast. Max bleef achter, de trouwe herdershond. En Max staat symbool voor verzet, tegen onderdrukking. Alles wat verkeerd is, tegen alles wat op dit moment bijvoorbeeld toch weer in de Oekraïne, Rusland gebeurt. Max zal altijd blijven waken, dadelijk hier in Spijkenisse. Tineke, komt er even bij. Ja, het gaat goed, hè? Steeds meer Max is er aan het komen. Wat heb je gedaan sinds de laatste keer? We hebben ongeveer 3-4 weken geleden voor het laatst hebben we Max via Botlek TV van de kijkers laten zien. Inmiddels ben je aan het, ja, ik zeg maar even plat, boetseren. Ja, boetseren met was, is het niet? Met was, boetseerwas, speciale was is dat, ja. En wat is daar speciaal aan? Ja, je hebt boetseerwas, je hebt penningwas, sorry, je hebt gietwas. Dat heeft te maken met de hardheden van de wassoorten. En dit is relatief zacht. En dat leg ik dan nog extra onder een lamp, zodat het nog wat zachter wordt. Dan kan ik het goed kneden. Maar dit is eigenlijk al de huid van Max. Die gaat dadelijk letterlijk en figuurlijk de oven in, bronsgieterij. En wat eruit komt, is eigenlijk zijn buitenkant, zijn vacht. Ja, dit wordt dan zeg maar uiteindelijk het origineel. Ja. Een helve job. Je bent al 5 maanden bezig. Echt wekelijks ben je 3, soms 4 keer per week. Veel mensen komen hier bij Moore, Murray's aan de Spuistraat om een kijkje te nemen. En zien samen met ons en met de kijkers dat het, ja, toch inmiddels wel echt op een echte herdershond gaat lijken. Langzaam maar zeker begint hij nu echt een hond te worden. Ja. Maar ja, dat kost tijd. Beelden maken is tijdrovend. Dit is natuurlijk bijna een levenswerk, hè? Je bent al bekend van de grote schapen die je hebt gemaakt en nog een aantal andere grote beelden. Maar dit is in omvang, denk ik, toch een beetje een van de grotere. Ja, ik heb nog iets op stapel staan, dat is nog wel groter, maar dit is wel een van de grootste dingen, ja. Ja, heb je er eigenlijk niet een beetje spijt van? Nou ja, soms wel. Dan denk ik, godverdamme, als het dan niet lukt. Of nou, niet lukken, maar ja, beelden maken is gewoon een tijdrovend proces. En je moet een lange adem hebben en doorzettingsvermogen. Ja, en je bent ook heel erg kritisch. Kritisch op jezelf. Want als het pootje maar even iets anders staat of de staart is niet helemaal naar je zin, dan haal je hem er gewoon weer af en begin je als het ware opnieuw. Van waar ben je een perfectionist? Ja, eigenlijk wel. Ja. Je moet er ook echt letterlijk en figuurlijk achter staan straks als Max klaar is. Ja, klopt. Want ik, nou, hoe vaak ik die kop hier er ook al niet afgehad heb, ik denk wel meer dan 10 keer. Hij zit nog steeds los,
Pas op het allerlaatste moment ga ik hem vastzetten. Oké, en wanneer is de verwachting dat je er niets meer aan kan doen als alleen maar kritisch kijken en doorgaan? Ja, kijk, aan een beeld kun je natuurlijk eindeloos werken. Maar op een gegeven moment moet je gewoon zeggen van, nou, nu is het wel oké. Ja, mensen komen hier spontaan binnen, hè, bij Moores, Murray en de Spuistraat. Ja. Er staat een bus. Elke euro is welkom. Het is een particulier initiatief. Gewoon van een aantal mensen die hebben gezegd van, Max moet het verhaal vertellen van de familie Levy. Van alle families die vanuit Voorne Putten zijn weggevoerd. Maar eigenlijk ook van 102.000 mensen die de oorlog niet hebben overleefd. En in de concentratiekampen zijn omgekomen. Ja, het is gewoon een niet te bevatten grote hoeveelheid mensen. En het feit dat het nu eigenlijk weer op weliswaar wat andere schaal en andere voet gebeurt in de Oekraïne, maakt het des te belangrijker dat dat beeld daar komt. Ja, maar daar is geld voor nodig. Veel geld. De bus, ja, die zit nog echt niet vol. Er worden wel giften worden gestort via www.maakmaxmogelijk.nl. Omroep Max zelf is ook enthousiast. En daardoor een stuk in de omroepgids zijn er ook alweer giften gekomen. Laatst van een echte bekende van jou, ik noem gewoon die naam, Jannie Stam, 92 jaar, betrokken spijkenissenvrouw. Fantastisch. Dankjewel, Jannie. Ja, die heeft natuurlijk 92 jaar. Die heeft de oorlog meegemaakt. Bedankt, Jannie, voor je gift. Er moet nog veel binnenkomen. En we gaan niet vertellen van het kost zoveel of zoveel. Er moet gewoon voldoende binnenkomen om uiteindelijk Max te gaan maken. Ja. Maar jij gaat gewoon door. Ik ga gewoon door. Geld of geen geld? Jij bent niet te stoppen. Geld of geen geld? Ik ga gewoon door. Nou, liever wel geld, want anders kunnen we Max daar echt niet neerleggen. Een bronzen beeld wat herinnert aan een periode waar we eigenlijk eerlijk gezegd helemaal niet aan herinnerd willen worden. Beste mensen, kijkers van Botlek TV of via de site, alsjeblieft. Kijk eens eventjes nog in een van de potjes of daar nog wat losse eurotjes liggen. Maak het over. Doneer. En dat mag natuurlijk ook via een tikkie, via allerlei andere mogelijkheden. Doneer. Mogen wij het u vragen? De oproep is gemaakt, is gedaan. De bus moet vol. De bankrekening moet vol. Dat beeld moet er ook echt gaan komen. En ja, geld of geen geld, Tineke gaat door. Maar we hopen wel dat u even kijkt. Ergens in een portemonnee, in een vakje, misschien zit er nog ergens een briefje. Of dat u zegt van nou, ik maak gewoon wat over. Ik stort wat geld op www.maakmaxmogelijk.nl. Als u daar kijkt, ziet u namelijk ook het bankrekeningnummer. Wij danken u uit grond van ons hart. En we hebben nu weer veel te veel gepraat, want ze moet door. Tien, je moet aan de slag. Doe je jas aan. Oké, tot de volgende keer.